kun je mij vertellen wat je hier geleerd hebt? Nou, dat er best wel heel erg veel met staal wordt gedaan. En dat er ook gewoon heel veel soorten staal zijn. Bijvoorbeeld hoe het staal werd gevormd. Ja. En hoe die lasers werken. En ze proberen het zo licht mogelijk te maken, maar ook zo stevig mogelijk voor de klanten. Ja, we hebben wel veel ideeën, maar dan moeten we wel de beste eruit halen. Ik vond het wel leuk, want je mag eindelijk zeggen wat je van vindt. Want wij waren hier ook op bezoek en toen kregen we een presentatie te horen. Het is wel leuk dat je ook een presentatie mag geven aan hem. Het was wel spannend en vooral bijzonder dat jij eindelijk jouw mening mag geven. En dat iedereen naar jou luistert, terwijl het altijd andersom is. Ik voelde me heel erg zenuwachtig, want ja, je vertelt het ook wel aan een prinses. Dus ja, dan ben je altijd wel zenuwachtig. Je denkt eerst van, oh, is het wel goed of zo. Maar toen prinses Laurentien vertelde van, alles is goed. Toen was je wel een beetje opgelucht. Ik vond het een hele mooie, een hele rijke dialoogsessie. Wat het mooie daarvan was, is dat de kinderen heel erg dachten in combinaties van hoe je tot bijvoorbeeld een goed idee komt. Dat er nooit één bron is waaruit iets ontstaat. Maar dat door samen te werken, door samen over te praten, door het ook niet met elkaar eens te zijn, om dan toch tot een nieuw idee te komen. Ja, gewoon heel veel filosoferen over die ideeën zo van, en kun je ze combineren, worden ze dan wel goed? Ja, sommige ideeën zag ik gewoon niet voor me. En ja, toen begreep ik er ook niks van. Maar nu begrijp ik het wel een beetje. Vooral van innoveren en zo, wat dat betekent het ook. Denk je dat Tata Steel nog iets met je ideeën gaat doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze met de kijkershop wel heel veel kunnen. Vooral met die kijkwinkel, die is wel origineel. Ik zag dat de directie, net als de vorige keer, dit heel serieus neemt. Wat echt fantastisch is om te zien. En zeker een bedrijf als Tata Steel, waar je het niet zozeer van zou verwachten. Dat ze echt op deze manier de toekomst naar binnen halen. En de onverwachte blik van kinderen serieus nemen. Dus ik vind dat de directie daar heel erg serieus mee omgaat. Ze hebben ook echt daadwerkelijk dingen geïmplementeerd van de vorige keer. Ja, het zijn toch weer ideeën die wij hebben bedacht als kinderraad.